De Oekraïense president Zelensky zit met een groot dilemma. In de oorlog boekt hij weinig of geen vooruitgang, maar dat erkennen zou slecht zijn voor het moreel. Hij blijft daarom de totale overwinning op Rusland beloven. En botst stevig met zijn hoogste generaal die het woord padstelling wel publiekelijk in de mond neemt. Ja goed, dat was een veel belangrijker nieuwsitem. Namelijk die twist of die frictie tussen die Zaluzhny, dat is de opperbevelhebber van het Oekraïense leger, en Zelensky. Omdat dat natuurlijk geen reclame is voor iemand die voor het voeren van die oorlog vrijwel volledig afhankelijk is van buitenlandse steun. Namelijk van de EU en van de Verenigde Staten. En het is natuurlijk duidelijk dat we op een punt zijn dat enorme, vooral door sentiment gedreven enthousiasme van het eerste jaar, dat weggeëbd is. Dat is toen in de herfst van het eerste jaar nog enorm aangevuurd door die plotselinge strategische successen van het Oekraïense leger. Toen hadden we ons allemaal enorm verheugd op het ongelooflijk effectieve zomeroffensief. En nou goed, Thijs, die berg heeft een muisje gebaard. Maar dat neemt niet weg dat, laten we zeggen, de kern van de noodzaak van die oorlog nog steeds volop aanwezig is. En dat we op moeten passen dat we niet, nou ja, typisch het Vrije Westen, typisch de moderne cultuur van ja, dat hebben we nu wel gezien en het begint ons behoorlijk te vervelen en we hebben zin in een leuke film. En nou ja, dat het publiek heel snel verveeld is en sterk, nou ja, zowel politiek als cultureel enorm wilspulturig gedrag vertoont. We hebben altijd wel weer een nieuwe hype, een nieuwe paniek. We zijn een beetje een hysterische samenleving. En dat ligt natuurlijk aan de manier waarop we eigenlijk een enorm tevreden, prettig, materieel, vrij zeker leven kunnen leiden. Dus er moet enorm veel tijd gevuld worden met dingen die schijnbaar van een enorm belang zijn. Dus je bent al een enorme kneus als je Barbie niet hebt gezien. Maar hier staat dus ook dat Zelensky met zijn boodschap los begint te raken van de werkelijkheid om hem heen. Nou, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Maar goed, dat... Zijn de uitspraken van een journalist die hem dus al lange tijd volgt. Simon Schuster is die Amerikaanse journalist. Ik vind bedenkelijk dat je die hele sfeer van het is... Ja, jongens, kom op, we hebben het nu wel gezien. Het zit een beetje tegen. Het is niet meer leuk. De vlaggen wapperen niet meer. Hangen een beetje slap langs de masten. Nee, het is nog steeds een zaak van het eminent strategisch belang dat die oorlog in ieder geval niet verloren gaat. Of die oorlog totaal en 100% gewonnen kan worden, dat is een andere vraag. Dat denk ik achter de schermen wel degelijk permanent gepraat wordt over hoe de vrouw je dat zou kunnen beëindigen op een bevredigende manier, dat lijkt mij zo klaar als een klontje eerlijk gezegd. Wat Zelensky door critici zwaar wordt aangerekend is zijn beleid tijdens de aanloop naar de oorlog, staat hier. Terwijl de Amerikanen al maanden waarschuwden voor een mogelijke Russische invasie, deed Zelensky weinig om het land voor te bereiden. Daar zegt die journalist over: ook de militaire leiding verwachtte geen grootschalige invasie, maar wilde voor de zekerheid wel meer reservisten mobiliseren. Maar Zelensky was bang dat dat paniek zou veroorzaken. Ja, en ik denk ook dat hij gedacht heeft, Poetin gaat het niet doen. En dan moet ik ook geen aanleiding bieden om Poetin te laten zeggen, moet je kijken wat hij Zelensky doet. Dus ik had daar wel begrip voor. En dan moet ik zeggen, ja, vervolgens kwam die invasie wel. En wat bleek? Dat het volstrekt incompetent georganiseerd was. Omdat ik al heel snel duidelijk werd dat wat Poetin op het oog had, namelijk een driedaags oorlogje. Hè, en dat was het ook alweer. Ze hadden allemaal toch al appartementen in Kiev gehuurd en zo. En ze dachten dat het 1-2-3 ging gebeuren. En kijk eens wat er gebeurd is. Dus je kunt zeggen, Zelensky was slecht voorbereid, maar laten we dan constateren dat de Russen nog veel en veel en veel slechter waren voorbereid. Ja, maar dan had Zelensky misschien wel de schade kunnen beperken. In feite zitten we nu met de padstelling die sinds 2014 bestaat. Ja. Zelensky deed niet wat nodig was om zijn volk te beschermen, zegt diezelfde journalist. En ook politieke tegenstanders zegt dat door de grenzen niet te versterken en geen bruggen op te blazen, gaf hij de Russen vrije doorgang. Mensen rondom Zelensky zeggen... Daar hebben de Russen nogal ongelooflijk van weten te profiteren van die vrije doorgang. Jongen, ik zie nog die kolonnen staan die daar vanuit Wit-Rusland naar beneden, hè, met al die Chinese banden die uit elkaar vielen. Nee, ik vind dat Zelensky het fantastisch heeft gedaan onder die moeizame omstandigheden. Oké. Mensen rondom Zelensky zeggen tegen de journalist te verwachten dat deze fouten nog pijnlijke politieke consequenties zullen hebben, maar eerst moet de oorlog gewonnen worden. Oh, nou dat kan wel even duren.
Ja. Ik denk helemaal niet dat die oorlog kan worden gewonnen in de zin Poetin de handdoek in de ring gooit en verdwijnt en emigreert naar Tibet of zo. Dat denk ik niet. Toen de Russen het is moeilijker, moeizamer, het gaat langer duren dan we gedacht hadden. Ja. En omdat wij liever hebben dat het allemaal triomfantelijk is, de zon blijft schijnen, de vlaggen blijven wapperen, dat er vooral niks moeilijks is en we er ook geen last van hebben. Ja, zitten we nu een beetje met een depressieve sfeer rond deze zaak die niet terecht is naar mijn idee. Nogmaals, het is van eminent belang dat Poetin uiteindelijk op zijn nummer gezet wordt. Ja. Het is nu binnenkort is het 2 jaar geleden hè, dat die strijd begon. Ja. En toen die Russen aanvielen ontpopte Zelensky zich direct als oorlogspresident. Dat weten we nog goed. Hij bleef ook in Kiev. Nu heeft hij daar ook over iets verteld aan die journalist. Hij heeft gezegd van we voelden ons alsof we daar naakt stonden. We waren erg bang dat er al Russische commando's in het centrum waren of dat de Russen zouden bombarderen. Het was angstaanjagend, maar de video gaf vertrouwen die ik toen heb opgenomen aan het Oekraïense volk en de internationale gemeenschap. Ja, kennelijk hadden de Russen er niet aan gedacht om commando's in te zetten in Kiev. Ze hadden namelijk nergens aan gedacht, omdat ze dachten dat het een walkover zou zijn. Dat is wat ze dachten. Daarom is het ook gedaan. Zelensky wist de Oekraïners en het Westen achter zich te krijgen in de strijd, maar hij bleef de Russische president Poetin verkeerd inschatten. Aan het begin van zijn presidentschap voerde Zelensky een relatief gematigde koers, namelijk blijven praten met Poetin. Daarmee hoopte die escalatie te voorkomen, maar ook na het begin van de invasie bleef hij lang geloven dat een vredesakkoord met Poetin mogelijk was. Dit was voor mij een van de meest verrassende dingen in het onderzoek voor het boek, zegt de journalist. Ja, wie zou ik zijn om dit gedrag van Zelensky te bekritiseren, aangezien ik er precies zo over dacht. Ten eerste dacht ik dat Poetin het niet zou doen, omdat alleen iemand die knettergek is bereid zou zijn om het te doen. Want ja, hij stort zijn eigen land daarmee natuurlijk ook in gigantische problemen. Dat deels wat anders is gelopen dan wij misschien gehoopt en verwacht hadden, is vers 2. Maar de dader in dit geval, hè, als je dit maar lang genoeg vallen, zeg ik, het is eigenlijk de schuld van Zelensky. Hè. Ja, die Poetin, ik bedoel, is een hele sympathieke man. En dat lees je ook wel eens trouwens. Allemaal de schuld van Zelensky. Nee, dat vind ik dus niet. Ik ook, hoe gek Poetin was, dat heb ik niet aanzien komen. Zonder meer. Nee. Ik dacht namelijk, dat was toch ook wel een beetje, dacht ik, wat je kon lezen over Poetin, dat het een coole rekenaar was. Dat het een cynische machtspoliticus, oké, dat begrijp je, anders had je daar niet overleefd, maar goed, een cynische machtspoliticus en een coole rekenaar. Maar dat bleek hij helemaal niet te zijn. Hij wordt gedreven door volstrekt geschifte groot-Russische sentimenten. Maar dit geeft wel interessante inzichten in zaken die we tot nu toe nog niet wisten. Ja, het geeft het inzicht dat Zelensky niet perfect is. Ik moet zeggen, daar ben ik op zichzelf niet verbaasd over. Ik vind juist dat Zelensky, die in feite bekend stond als een schijnbaar al leeghoofdig type, een handige komiek, hè, want je weet dat hij dit geworden is, omdat hij in een komische serie de president van Oekraïne speelde. En dan moet je toch zeggen, heeft die man zich ontpopt tot een eerste klas oorlogsleider. Kijk, ik kan je zo een aantal komische verhalen vertellen over Winston Churchill in de Tweede Wereldoorlog. Namelijk dat hij niet op allerlei dingen voorstelde die voorkomen knetter waren. Maar het is maar goed dat hij er zat. Hè. Dus want? Omdat hij de juiste dingen deed, bedoel je? Nee, omdat hij de Engelsen op het moment suprem verzekerde dat ze door moesten vechten. Dat het van belang was dat ze door zouden vechten. En dat zo iemand heb je nodig. Dus hij wist dat op overtuigende manier te doen. Dus is Zelensky perfect? Nee. Heeft Zelensky niet waar die bekend stond als een komische acteur zich ontpopt als een verdienstelijk oorlogsleider? Ja, naar mijn idee wel. Zal die wel eens oneenigheid hebben met Zaluzny? Dus ja, dat denk ik ook. Die Zaluzny is denk ik wat realistischer op het militaire punt. Zelensky en zijn team waren best bereid veel op te geven. Hun belangrijkste concessie was het accepteren van permanente neutraliteit. De toezegging nooit lid te worden van de NAVO. Zelfs toen in het stadje Bucha gruwelijke vreedheden werden ontdekt, had Zelensky hoop op snelle vrede, zegt Juster. Nou ja, kijk, heel verstandig. Natuurlijk, ieder verstandig mens
denkt meer aan het eind maken van zo'n conflict. Hier zie je dus dat Poetin uiteindelijk precies het omgekeerde heeft bereikt wat iedereen in principe zou wensen, zelfs Zelensky, namelijk een neutraal Oekraïne, want daar gaat het dus, in die richting gaat het niet. Ja. Dat is natuurlijk een van de paradoxen van dat hele conflict, dat in feite Poetin vindt dat de Oekraïne bij Rusland hoort, traditioneel bij Rusland hoort, een essentieel bestanddeel is van Rusland en de Russische erfenis, en dat hij er door zijn invasie en door zijn gedrag ter plekke, niet waar? Het Russische leger heeft altijd een gruwelijke reputatie gehad. Ervoor gezorgd heeft dat zich natuurlijk in Oekraïne een proces van natievorming heeft voltrokken. He, zodat het precies het omgekeerde bereikt is van wat hij wilde bereiken. Ja. Daar moet je wel oog voor hebben. Adviseurs hebben blijkbaar tegen Zelensky gezegd van hey, vergeet nou wat er in Bucha is gebeurd. Maar Zelensky die bleef nog een aantal dagen volhouden dat Poetin niet volledig op de hoogte was van wat zijn soldaten daar hadden aangericht. Dat denk ik ook dat dat juist is. Natuurlijk zal hij niet gedetailleerd wangedrag van soldaten is, zo oud is de wereld. Ja, en daarvan zegt dan, blijkt Zelensky ook gezegd hebben volgens de journalist, als hij zou erkennen dat Poetin de opdracht had gegeven tot deze wreedheden en dus schuldig was aan massamoord op burgers uit Oekraïne, dan zou het onmogelijk worden om verder met hem te praten over vrede. Dus daar zit ook een soort van hoop, denk ik. Lijkt mij niet waarschijnlijk dat Poetin van elke wandaad van zijn soldaten, want die wandaden werden natuurlijk voor een belangrijk gedeelte gedreven door het feit dat het niet werkte, dat die hele invasie in feite vanaf praktisch het allereerste moment een mislukking bleek te zijn. Ja. Nogmaals, Poetin is uiteindelijk weer teruggevallen op een positie die hij al had. Namelijk de huidige positie in het oosten van Oekraïne. Ja. En ja, wij kunnen natuurlijk, ik kan makkelijk zeggen, want geef de Russen daar hun zin. Zeg gewoon, het is Rusland, klaar uit. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ik heb geen idee hoe je, ik denk wel dat er achter de schermen permanent gepraat wordt en gekeken wordt naar een potentiële oplossing. Ja. Daarom is dit best wel interessant om eens te kijken van wat gebeurt er nou aan de Oekraïnse kant achter de schermen. Want, ja, dat het daar natuurlijk niet altijd pijn en vree is. Nee, dat men daar ook gefrustreerd is, dat begrijp ik allemaal wel. Ja, dus beschrijven ook nog de maanden die daarna volgen. Toen het wat beter ging met het Oekraïnse leger. Toen ze ook die Russische schepen hebben laten zinken. Daar lees je nu dat Zelensky dat heel belangrijk vond om dat te doen, terwijl de opperbevelhebber zei van, doe nou maar voorzichtig aan, laten we onze middelen sparen voor het grote offensief richting het zuiden, richting de Krim. Dus daar was wel wat oneenigheid tussen die twee. Ja, nou moet ik zeggen, ik begreep dat er nu weer een Russisch schip tot zinken was gebracht. Het is voor de Oekraïne van wezenlijke betekenis dat, laten we zeggen, de Zwarte Zee bruikbaar blijft. En volgens mij zijn ze daar redelijk in geslaagd, of slagen ze daar redelijk in. Ja, nou, wat je hier dus ook in leest is dat Zelensky vooral inzet op waar ze snel winst kunnen behalen, omdat aan het oosten de linies van de Russen wat zwakker waren. Dus toen zei hij, ga daar maar naartoe, want dan hebben we kans op succes. En dat is weer goed voor mijn boodschap om de mensen te motiveren. Ja, omdat succes, dat is ook gebleken natuurlijk aan het eind van dat eerste invasiejaar, dat iedereen enorm opgewonden werd van het succes. Niet waar, van het Oekraïense leger daar in het noordoosten van de Oekraïne, dus bij Kharkov. Ja, en het was belangrijk om succes te behalen, om aan de wereld te laten zien, kijk, die wapens die jullie geleverd hebben, die zorgen voor succes op het slagveld. Dus dat helpt weer om nieuwe wapens te krijgen. Ja. Ik moet je zeggen dat, ja, goed, nogmaals, voor de wispelturige publieke opinie in het Westen is het natuurlijk nooit goed. En die hebben, eerst zitten ze geweldig te huilen en te wenen. En gisteren was het ook weer met die Oekraïners. Wat waren die niet welkom? Nou ja, dat heeft ook niet lang geduurd. Dat is wel duidelijk. Geef niet toe aan die vervelende, door sentiment gedreven wispelturigheid van de publieke opinie in het Westen. Laat staan aan die, naar mijn idee, gewoon levensgevaarlijke kritiek op de hulp aan de Oekraïne. Mag ik erop wijzen dat de PVV ook falikant tegen hulp aan de Oekraïne was. Niet waar, gedreven door totaal onbegrip over de strategische positie van Europa. Ik word trouwens even afgeleid door waarschijnlijk een buurtbewoner van jou, die ik inderdaad een wat oudere dame, die ik met een vuilniszak
daarachter naar de containers. Ja, het bekende verzamelpunt. Ja, dan moet, hier moeten de bejaarden, dames en heren, die moeten hun vuilniszakken naar een verzamelpunt brengen. Omdat de gemeente Utrecht het onwaarschijnlijk stupide en inhumane besluit heeft genomen dat ook de bejaarden hier in de buurt hun vuilniszakken naar het verzamelpunt moeten brengen. Dus geen bakken meer voor jullie? Nee, nee. We hebben wel voor het tuinvuil, dat wordt wel... En plastic en zo? Of gooi je alles in één ding? Ik ben asociaal, ik gooi alles in één ding. Ook glas? Nee, niet dat tuinvuil, dat gaat in dat bruine ding. Ja, dat begrijp ik. Maar glas en zo en plastic en dat gaat allemaal in dezelfde... Ja, zeker. Daar komt die mevrouw weer. Ja, je hebt... Ja, het is ook, mensen zullen zeggen, het zijn luxe klachten. Daar hebben ze natuurlijk ook alweer gelijk in. Maar het is een bezuiniging waarvan ik dan denk... Wat bezielt zo'n gemeenteraad precies? Want wat voor soort bezuiniging kan dat nou wezen? Dat zou ik wel eens willen weten. Nog eventjes over Oekraïne. De opperbevelhebber van het leger daar twijfelt of het slim is dat Zelensky iedere dag een mantra en ook een boodschap herhaalt dat dit het jaar van de totale overwinning wordt. Ja, dat lijkt me niet verstand. Dat is nooit... Aan de andere kant, dat is misschien ook wel wat een oorlogsleider moet doen. Hè? Ja. Kijk, hij wordt geconfronteerd met die wispelturigheid. He, dat dit de kans groot is dat er in Amerika iemand aan het bewind komt die hem helemaal niet gaat helpen. Die hoogstens Poetin gaat bellen. He, omdat hij daarvan onder de indruk is. En bovendien, je hebt gezien dat het in Europa ook problematisch is. Zeker omdat de populisten niet zien in dit conflict. Niet begrijpen wat in feite de strategische positie van West-Europa is. Ja. Als ik Zelensky was, zou ik ook bezorgd zijn over de wispelturigheid van, laten we het maar zeggen, het Westen. Altijd wel weer iets nieuws, altijd weer een nieuw paniekje, altijd weer iets van een nieuwe hysterische belangstelling. Je wordt er niet vrolijk van. Zijn zelfvertrouwen en moed zijn superkracht. De superkracht van Zelensky, zegt... Schuster, de journalist. Wie had dat nou verwacht van een komische acteur in een televisieserie? Ja. Hij begreep vanaf de eerste dag dat hij enorme hoeveelheden financiële en militaire steun nodig had. Dat kreeg hij voor elkaar door een showman te zijn. Mensen te inspireren. Net als toen hij nog cabaretier en tv-persoonlijkheid was. Hij houdt de aandacht van de wereld vast om de steun van de wereld te krijgen. Ik vond die toespraak wel een prima. Dat hij niet allemaal zelf geschreven heeft. In Den Haag hier bedoel je? Prima, Tweede Kamer, was, ja. Al die toespraken waren ook gericht op het publiek wat hij ging toespreken. Ik vond het een indrukwekkende tour. Ja. Ja, dat mevrouw van de BB-beweging nou niet wou komen luisteren, dat is vers 2. Dat was omdat het op 4 of 5 mei was. Ja, zoiets dergelijks. Ja. Alsof, waar gaat 4 en 5 mei eigenlijk over? Ja. Ja, oké. Dit is over de oorlog die nog lang niet ik proef je toch ook van... Zelensky valt ons een beetje tegen. We hebben nog zitten huilen bij de tv, maar dat doen we nou niet meer. Hij is toch niet de Heer Jezus. Het is allemaal onderdeel van een breed patroon van, hoe zal ik het zeggen, sterke sentimenten en volstrekte gedachteloosheid.